Aan tafel gaat zitten Barbara van Beukering. Ze was ooit de baas van het Volkskrant magazine en 8 jaar lang hoofdredacteur van de krant Het Parool. Ze schreef het boek Kruip nooit achter een geranium. Een persoonlijke zoektocht naar een lang en gelukkig leven. En daarvoor sprak ze met een aantal, groot aantal vrouwen van boven de 70 over blijven werken. Bijvoorbeeld over botox, over fitness, over seks en over eigenlijk heel veel meer. Twee van die vrouwen zitten aan tafel, Marjan Berk en Olga Zuidroek. Maar ik begin natuurlijk met jou, Barbara, want het begon ooit bij jou. Je keek met misschien jaloezie of met een soort gretigheid naar oudere dames waarvan je dacht, jezus, die doen nog goed mee, die zien er nog goed uit. Dat wil ik ook. Zoiets? Zoiets, ja. Nou, het begon eigenlijk nog even één stapje terug. Ik ben vorig jaar 50 geworden. En mijn ervaring op zich was dat niet zo wereldschokkend, 50 worden. Uh-huh. Maar het was wel mijn ervaring dat het de eerste leeftijd is dat je realiseert dat je niet meer bij de jeugd hoort. He, zolang je 20, 30, 40, dat is allemaal nog jong, energiek en achteraf dan bekeken. Ja. Maar 50 is de eerste leeftijd dat je denkt, oh, wacht even, ik sta nu echt met mijn rug naar de jeugd en met mijn blik op de oudere mens gericht. Uh-huh. En ik realiseerde me heel erg dat in de tijd van mijn oma's, en dat is nog maar kort geleden eigenlijk, hè, dat is één generatie voor de vrouwen die ik heb geïnterviewd, dat toen het leven van een vrouw op haar 50ste eigenlijk afgelopen was. Je kinderen het huis uit, je man zag je niet meer staan, je had geen werk. Dus je kon... Nee, zo ging dat. of die zag opeens de secretaresse meer staan. Maar dat was een cliché, maar goed. In ieder geval, het leven van vrouwen van boven de 50 werd er niet leuker op. Mm-hmm. 1 generatie geleden. En dat realiseerde ik me heel erg. En toen keek ik in mijn eigen omgeving. En zag ik vrouwen zoals Olga, zoals Marjan. En nog heel veel andere vrouwen waarvan ik dacht... maar die zijn 70 of 80 plus. Maar die werken nog. Die zien er goed uit. Die hebben energie. En nou, daar had ik zoveel bewondering voor. En toen dacht ik, ja, zo wil ik ook graag oud worden. Maar hoe doe je dat?